Kijkers en luisteraars, een vaarte goedenavond. Welkom bij SBS Reports van maandag 11 juni met de complimenten van Finabank. Onderwijsminister Shirley Sitaldin was voor een tweedaagse werkbezoek in het district Nikeri. De bewindsvrouw heeft een ontmoeting gehad met alle schoolleiders en jeugdparlementariërs. Allereerst maakte zij kennis met de schoolleiders en maakte van de gelegenheid gebruik om de pijnpunten waarmee zij te kampen hebben aan te horen. Er zijn heel wat punten aangehaald door de schoolleiders. Problemen zoals satanisme, counseling en begeleiding van de leerlingen met problemen en betere coördinatie voor de naschoolse activiteiten waren de rode draad tijdens de ontmoeting. De jeugdparlementariërs hebben ook hun zegje gedaan bij de minister. Regilio Dors vraagt de bewindsvrouw om extra aandacht te besteden voor de studiefinanciering en verblijf voor de studenten die de universiteit bezoeken. De minister was erg onder de indruk wat zij hoorde en zegt dat zij het onderwijs op een hoger niveau wil zien. Zij bracht een kort bezoek aan enkele scholen, waaronder ook West 3 te Wageningen. Zij sprak de leerlingen de moed in en wenste ook de leerlingen van de zesde klas heel veel succes straks met hun toets. Vanmorgen sloot ze haar bezoek af en vertrok richting Koroni voor een bezoek. Drie gedetineerden zagen kans om vanmorgen tegen 10:30 te ontvluchten tijdens werkzaamheden. Een groep gedetineerden was buiten de strafinrichting bezig het terrein van Bikini aan de Waterloosstraat schoon te wieden. De mannen werden ingezet hier omdat er binnenkort activiteiten ontplooid zullen worden. De gedetineerden namen de benen toen het heel erg hard begon te regenen. Alle drie zijn veroordeelden van strafbare feiten, waaronder diefstal. Hun opsporing en het onderzoek naar de ontvluchting zijn in volle gang. Als blijkt dat de penitentiaire ambtenaren steken hebben laten vallen, zullen de maatregelen niet achterwege blijven, zegt de onderdirecteur van de strafinrichting Hazard, Otmar Ling, aan Star News. Het gebied is afgezet en het is een kwestie van tijd dat de criminelen weer achter slot en grendel zijn, meent Ling. Districtscommissaris Roline Samsudin streeft ernaar om op 8 juli de verkiezing te houden voor de drie dorpshoofden in West-Suriname. Alle vier kapiteins van de dorpen maken zich op voor de verkiezing. Section, Apura en Washabo hebben via een referendum aangegeven dat ze voor elk dorp een kapitein wil. Er zullen afzonderlijke dorpshoofden gekozen worden. Samsudin vertrekt vrijdag naar het gebied om de kandidatenlijsten in orde te maken. De dorpsbewoners bepalen wie ze geplaatst willen zien als kapitein. Wel moet het kandidaat dorpshoofd aan een aantal eisen voldoen. De kandidaat moet in het dorp wonen en minimaal 25 jaar oud zijn, integer zijn en moet zich mondeling en schriftelijk goed kunnen uitdrukken. Dit zodat de kapitein zelf gesprekken kan voeren en discussies kan leiden. Ze moeten hun verantwoordelijkheid kunnen dragen. We denken aan een mbo-niveau aan scholing, maar dit zal niet zwart op wit geëist worden, deelt Samsudin mee. Ex-kapitein Ricardo McIntosh deelt aan Star News mee dat hij zich kandidaat stelt voor het dorp Washabo. Hij vindt het belangrijk dat inheemsen betrokken worden bij besluitvormingen. Tot nu toe is dat volgens hem niet het geval. Jeffrey Armaketo stelt zich kandidaat voor het dorp Apura. Ik ben nog bezig om mijn achterban te raadplegen. Zoals er nu gesproken wordt, zullen er in totaal 10 kandidaten zijn voor de drie dorpen. Apura en Washabo zullen 4 kandidaten afvaardigen en section 2. Deze verkiezing zal erg spannend worden, deelt Armaketo mee. Hij heeft zijn portefeuille ter beschikking gesteld en wacht rustig de verkiezingen af. Carlo Lewis, ex-kapitein van Apura, zal ook meedoen aan de verkiezingen. Hij stelt zich kandidaat voor zijn dorp. Ik moet nog enkele gesprekken voeren met mijn achterban. Er zullen meer mensen zijn die zich kandidaat zullen stellen. In feite had ik ervan afgezien, maar mijn achterban vindt dat ik me wel kandidaat moet stellen, stelt Lewis. Ook Nardo Arupa van Section is van de partij. Hij is bezig om consultaties te houden met zijn achterban.
Samsudin zal komende week de procedure en de eisen van de kandidaatstelling aan de belanghebbenden voorhouden. Ze rekent op een vlot verloop van de verkiezingen. Voorlopig heeft West-Suriname geen kapiteins, maar er is wel een districtscommissaris. De bloedbank en de donoren zijn het oneens met de uitspraken die DNA-leden de afgelopen week tijdens de behandeling van de conceptwet bloedvoorziening hebben gedaan in de richting van de organisatie en de bloeddonoren. Tijdens de huldiging van bloeddonoren zaterdagavond in de KKF-hal staken zij hun misnoegen niet onder stoelen of banken. Zij verweten DNA niet over voldoende informatie te beschikken, hoe bloed wordt afgenomen van de donoren en welke procedures voor en na afname worden gevolgd. De parlementariërs gaven een sneer aan de bloedbank al zou die veel geld vragen aan de medische instellingen die bloed toedienen. Ook werden bloeddonoren verweten niet altijd zuiver bloed te geven. De bloedbank vindt dat deze uitspraken negatief werken naar de organisatie en bloeddonoren toe, die op vrijwillige basis bloed afstaan om hun medemens te helpen. Twee criminelen zijn afgelopen week op Latour een woning binnengedrongen van artieste DS. Zij moest onder bedreiging haar sieraden afstaan aan de mannen. Alsof dat niet erg genoeg was, werd zij ook seksueel misbruikt. Er is aangifte gedaan bij politie Latour. Politiewoordvoerder Humphrey Naarden zegt dat deze zaak overgenomen is door de recherche Gers Vleit. Wij hopen zo snel mogelijk de criminelen kenbaar en zichtbaar te maken, zegt Naarden. Hij merkt op dat de politie intensief bezig is met de zaak. Het slachtoffer is medisch behandeld. Naarden zegt dat de mannen gewapend het huis door inbraak zijn binnengedrongen. Net als bij brand geldt ook voor seksueel molest dat dit moet worden voorkomen. Uit onderzoek blijkt dat seksueel molest veel voorkomt op de werkvloer. Daarom hield het Korps Brandweer Suriname vanmorgen een voorlichtingssessie waaraan 21 personeelsleden meededen. Het is belangrijk om seksueel molest te herkennen en te weten hoe ermee om te gaan. Deze sessie werd verzorgd door Mariska Bouwe en Meredith Spa van Justitie en Politie. Zij zijn getraind door Stichting Ilse Henaar Hewitt. Volgens commandant Cecile Vaal kunnen momenten zich voordoen waarbij seksueel molest voorkomt. Hij vindt dat seksueel molest binnen het KBS teruggedrongen moet worden. Om dit doel te bereiken werd deze sessie verzorgd. Volgens Nadia van Dijk, directeur van de Stichting Ilse Henaar Hewitt, heeft seksueel molest niet alleen te maken met aanraken op gevoelige plekken, maar ook het met de ogen uitkleden en pornografische materiaal versturen. Uit onderzoek van de stichting blijkt dat op werkplekken ook seksuele gunsten verleend worden om binnen een bedrijf promotie te maken of andere voordelen te behalen. Seksueel molest komt regelmatig voor, zegt Van Dijk. Molest komt niet alleen voor waar mannen vrouwen verleiden of omgekeerd, maar ook waar hetzelfde geslacht elkaar molesteert. Met deze training verwacht Waal dat de werknemers bewust worden over hun houding aan het werk en hoe om te gaan daarmee. Tot zover de binnenlandse berichten, blijft u afgestemd voor het buitenlandse gebeuren.